Suriname en de EU hebben hun regulier dialoog gehad. Het gaat om de zogenaamde artikel 8-missie. Daarbij is er van gedachten gewisseld over een aantal zaken zoals economie, politiek, beleid en bestuur. Na de beraadslagingen moeten onder meer duidelijk zijn welke technische en financiële steun gegeven kan worden. De communicatiedienst Suriname geeft u een beeld van de gesprekken die zijn gevoerd. Can you tell us what the importance is of this day, this meeting? It's extremely important, first of all, because it is the first political dialogue under Article 8 of Cotonou Agreement with the new government of Suriname. We were looking forward to this, and I'm also very happy because despite COVID, we could make it happen. Can you tell us a little bit more about the meeting, what has been said? Well, this type of meeting covers the whole relationship. So we have really covered all the areas of common interest for Suriname and the European Union, including, for example, political relations, multilateral cooperation, economic cooperation, financial development cooperation, human rights as well, our mutual commitments, our mutual interests. And I dare to say that today the main result is that we have really advanced in all of these areas. In favor of Suriname, in favor of Europe, and ultimately in favor of the citizens of Europe and of the citizens of Suriname. Okay. And how have you experienced this so far? Well, today's meeting was not only extremely useful, but also agreeable. It was a very good opportunity to establish. It was the first such meeting with the new government, but it gives us and gives me personally the certainty that we are going to achieve many good things together. Is there something else you would like to share with us? Yes, that I'm also very grateful to my team, to all the European representatives, of course to the representatives of Suriname, but I would like to take the advantage of this possibility to extend my thanks to also to my team who has worked so hard on this. We hebben dus vandaag na bijkans een jaar weer een reguliere EU-dialoog gehad. Dat is wat ze noemen de artikel 8-missie. Waarbij dus de Europese Unie de landen die binnen de Europese Unie vertegenwoordigd zijn, 27 in totaal, niet allemaal waren er, maar ze worden vertegenwoordigd door de ambassadeur van de EU. Die is gevestigd in Guyana, die is speciaal hiervoor gekomen om met ons in dialoog te gaan omtrent een heleboel zaken. Niet alleen technische samenwerking. De Europese Unie wil graag altijd weten hoe het gaat op het stuk van bestuur, op het stuk van mensenrechten, de politieke ontwikkelingen. Ze willen graag ook weten hoe het gaat op het economisch vlak. Dus wij hebben ze informatie gegeven over hoe het hier gaat op dit moment. Wat we aan het doen zijn om de economie weer te herstellen. Onze commitment naar het beschermen van mensenrechten en politieke rechten. Ze zijn vastgelegd in onze grondwet. Daarnaast ook gesproken over de politieke intenties, de bestuurlijke intenties van de nieuwe regering. Dus daar is het eindelijk over gegaan. Zij geven hun verslag, wij doen ons verslag. En dan wordt op het eind toch wel weer gekeken naar welke samenwerking, technische samenwerking, welke financiering kan worden gegeven aan het land. In dit geval kan ik zeggen dat we van de verschillende landen van de Europese Unie ongeveer 32 miljoen euro aan projecten hebben lopen. Er is enorm veel potentie voor uitbreiding van die projecten naar verschillende sectoren. Op dit moment zijn ze bezig op het stuk van justitie en politie, op water, op het gebied van van milieu. Ze doen veel met betrekking tot genderongelijkheid en gendergeweld. Dus een heel scala van verschillende activiteiten. Wij hadden ook aanwezig de Nederlandse zaakgelastigde, meneer Van der Zwan, en ook de Franse ambassadeur Jolly. Dit is het begin, want we zijn nu bezig aan het volgende traject om te bepalen wat de prioriteiten zijn van Suriname voor betreft de samenwerking. En dan gaat de Europese Unie kijken op welke wijze ze daar financieel steun aan kunnen geven. Dus nu zijn we bezig met het traject voor het Nationaal Indicatief Programma. En we gaan in de komende weken door blijven praten. En wij hebben onze prioriteiten aangegeven, dus op het stuk van COVID-19, projecten met betrekking tot de jeugd, onderwijs, gezondheidszorg, niet alleen COVID-19, maar ook ruimer.
En ook op het stuk van het milieu. Daar, dat zijn de grote gebieden geweest waar we zeggen, daar hebben we projecten op. Ook op het stuk van veiligheid, daar wil men graag over verder praten. In termen van hoe bestrijden we illegale drugshandel. U weet de Europese markt, Europese havens, vaak hoor je dat drugs worden gevonden. Soms komen ze uit Suriname, soms uit het Caribisch gebied. En belangrijk is misschien ook dat we hebben gesproken over de afsluiting van de onderhandelingen van wat we voorheen gekend hebben als de Cotonou-overeenkomsten. Dat is het handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Caribisch gebied. Wij hebben nu, wat we noemen dus de situatie na Cotonou. En we zijn in de laatste fase van de onderhandelingen. Ik ben zelf voorzitter van CARI Forum, dus wij geven leiding ook op dit moment aan die onderhandelingen op ministerieel niveau. Dus wij hopen in december klaar te zijn. Er zijn nog wat kleine issues die besproken moeten worden. En in maart wordt dat waarschijnlijk getekend. En dat is dan een langdurige overeenkomst tussen het Caribisch gebied en de Europese Unie. En dan wordt daar duidelijk vastgesteld hoeveel geld er beschikbaar is voor de samenwerking tussen de beide regio's. Voor Suriname betekent het één dat we op het stuk van de economische ontwikkeling kunnen rekenen op technische bijstand. Om bijvoorbeeld onze export te promoten. Nieuwe assetmarkten. We kunnen rekenen dat er op het stuk van capaciteit in termen van veiligheid het ministerie van Justitie en Politie ondersteund kan worden. Maar ook op het stuk van onderwijs. Eigenlijk op het gebied van alle sectoren. Landbouw, veeteelt en visserij. De overeenkomst is vrij ruim. Het nieuwe element of het element dat de Europese Unie altijd erin brengt is dat ze graag willen zien dat je wel je houdt aan bepaalde principes en bepaalde waarden en normen. Op het stuk van goed bestuur, geen corruptie. Ook op het stuk van de mensenrechten en de politieke rechten dat die beschermd zijn. Dat zijn zogenaamde conditionaliteiten, condities die ze stellen voordat je dus gebruik kan maken. We hebben wel gevraagd dat de Europese Investeringsbank ook nu bereid is Suriname te helpen. Dat is ook meegenomen, omdat we in de toekomst grote projecten zullen hebben die we zullen moeten financieren in het kader van olie en gas. En het is mogelijk dat sommige bedrijven via de Europese Investeringsbank aan die middelen kunnen komen om die ondersteuning te verlenen.